mensen, goedemorgen. En het regent. Leuk. We gaan vandaag niks doen. Ja, het regent. Ik weet niet. We gaan wel wat verzinnen. En anders gaan we gewoon een film kijken en zo. Maar misschien klaart het nog op. Dan gaan we nog heel even snel zwemmen. En dan nemen wij jullie zeker mee. Want het is officieel onze laatste dag hier. Dus moeten we wel nog iets leuks van maken natuurlijk. Onze laatste dag valt in het water. Dus ik ben nou eens binnen. Lekker video aan het inladen, soort van bewerken. Kijk, eens even kijken hoor. Daar bij GoPro Studio moet jij, ik weet niet voor de mensen die al weten, moet jij eerst alles, bijvoorbeeld deze met die pan, die ben ik dadelijk aan het doen. Die gaat hierna, dan moet je daarop douwen, moet je daarop douwen, ga je daarop douwen en dan moet je converten. Dus dat duurt altijd fucking lang. En daar ben ik nou even mee bezig, want dat moet altijd gebeuren. Maar ja, nou heb ik tijd voor in ieder geval. Voordat ik het vergeet, we zijn aan het eten namelijk. En wat gaan wij eten? Of wat hebben we al bijna op in ieder geval? DNA toast met ja, worst, ik weet ook niet. Gekookt uit een zakje. In een zakje gekookt, dus is gewoon dik prima. Is gewoon een goeie. Ik zit dus weer dik te chillen hier zo, na het eten. En ik help op mijn laptop, heb ik lekker dit meegenomen. Hey, mooi. Oké, ik heb dus een op dat spel een custom scenario gemaakt. En ik heb ook allemaal dingen van de Efteling gedownload ook. En ik zal het maar even laten zien. Ik ben nou zo ver. Even kijken hier, zo ergens is de ingang. Hier zo. En even kijken of er al dingen van de Efteling te zien zijn. Ja, deze. Draaimolen. Hier zo, hier zijn draaktreintjes, karretjes. Kijk, hier zijn de draak. Nou, ik heb dus hierboven zoveel geld ondertussen al. En hier bij de missies, ik heb beginnerslevel heb ik gehaald. Daar heb ik dit ingesteld. En dan als ondernemerslevel, daar ben ik nou mee bezig. Daar heb ik dit als... dingen, kan je ook op pauze zetten en kijken of dat je het na wil bouwen of niet. En dan hebben we nog als laatste de tycoon. En we hebben dit. Dus ja, dat is heel veel. Dat is bijna het maximale wat je kan halen, denk ik. Bij parkwaarde sowieso. Ik had gewoon het maximale gedaan, dus dan ben ik heel lang bezig. 1 miljoen geloof ik. En ik zit nu op 200.000. En ik heb daar wel fucking veel gebouwd. Wij gaan nou eten, uiteten. We gaan helemaal weer naar voren toe. Dan gaan we kijken waar we kunnen eten. Dus ik zou zeggen, let's go. Jongens, we zitten door de menukaart heen te kijken. Ik zit bij de pizza's te kijken, want tenminste ik ga weer pizza eten natuurlijk. We zijn in Italië, wat denk jij nou? En je hebt hier bij 117, daar staat in het Engels hier zo, derde rij, of tweede rij. Tomatensaus, mozzarella, even kijken hoor, worst en friet. Je hebt gewoon een pizza met friet. We hebben net besteld en... Hey. Zet ze neer net. En ja, we hebben ons bier al. Oh, Tom. Staat er ook een merk op ofzo? Of is dit gewoon een glas met niks? Oh, daar gaat hij bijna. Nee, dit is een glas met niks. Nou, in ieder geval, ik ben voor de Diavola gegaan. Oftewel, net zoals altijd. Met pittige salami. Dus dat is echt lekker. Wij zijn dus heel vroeg aan het eten altijd, hè? Als we uit eten gaan. Ik denk dat wij hier om nog geen 10 minuten geleden hebben besteld. En we hebben hem al. Hey. Timo, dit is die van Timo. Wat zit er allemaal op? Zeg eens. Bacon en ei. Een ei. Hij heeft gewoon ei op zijn pizza zitten. Ja. Je moet het lekker vinden. Ik vind het niet lekker. Oh joh, jouw schoen ontploft bijna. We hebben een dubbel gevouwen pizza. Calzone.
mensen drie keer raden welk ijsje ik weer heb. Wow, allemaal mug hier. Hazelnoot met chocola. Hey, alweer. Ja jongens, morgen vroeg gaan we dus naar huis. En we zijn de auto al een beetje aan het inpakken. Want dan hoeven we dat morgen vroeg niet meer te doen. En kunnen we langer slapen, yes. Het is droog. 8:30 is het. En ja, je hebt de handdoek. We hebben geen shirt aan, een zwembroek aan. Dus het kan maar één ding zijn. We gaan in de zee. Zo mensen. Ja, godverdomme. Ja, kutzooi. Ik weet dat ik kapotte bijtje weet. Ja, dan man. Ja. Is aan de kant. Mensen, of er hebben nog meer mensen het idee om te gaan zwemmen. Dus wow, het is partij. Wow, wajo, het is fucking hoog water, maat. Oh, zie daar. Oké jongens, de zee. Niet zien ook. Hij is al gevallen. Het zijn fucking hoge golven. Timo, is het koud? Is het koud? Hij ligt er al in. Oh joh, koud hoor. Oh joh, kijk hoe hoog het komt. Kijk. Hij leeft van mee, deze van mee. Kijk. Oh joh, die komt hoog. What the fuck? Oh, wat is dat? Ik ga zelf, Oh, ik val wel mee. Jongens, je hebt daar zo. Er is een paal, je ziet hem wel hè. En normaal ben je daar, ik dan, mijn zak. En nou zijn we echt zo diep al. Dat is niet normaal. Nou jongens, het is zover. We hebben net gegeten en ja, binnen enkele minuten zullen we vertrekken. Ik denk dat het niet heel lang meer duurt. Ik denk maximaal nog een minuut of 5 of zo, of 10. En de auto is al helemaal ingeladen, dus we kunnen eigenlijk al gaan. Dus volgens mij het enige wat er nog ligt. We zijn dus net de camping afgereden al en we staan nu even buiten de camping te wachten. Op een, want we moeten die armbandjes nog inleveren en zo. En al dat soort dingen, papierwerk waarschijnlijk. Sleutel inleveren, je kent het allemaal wel. Dus daar wachten we nou nog even op. En het is nu 7:50. Oftewel, ja, nou beginnen we eigenlijk te rijden. En ja, laat ik wel zien wanneer we thuis zijn. Het zal al minstens over 13 uur zijn. Want op Google Maps staat dat het al 13 uur rijden is. Dus we moeten nog een aantal keer stoppen natuurlijk. Dus laten we maar gaan. We zijn er ondertussen al bijna Italië uit. We zijn al in de bergen zoals je kan zien. En we gaan even plassen en zo. Dus we moeten even wachten weer. Lukt het jongen? Ja, super.
Wij hoeven nog geen 1000 kilometer meer. 970 of zo. Hey Timo, jongen. Hoe is het nou? Jongens, we zijn in Oostenrijk nog en het miezert. Dus helemaal kut. We moeten nog 450 kilometer. Het is 5:45 nu. En we hebben de auto even geparkeerd. Want we gaan naar de McDonald's even eten. Ik hoop dat het een beetje goed is hier. Dus we zitten te eten. Kijk. Oh, daar zijn de glazen. Die waren ze vergeten. Dank je. Jongens. Nou mensen, we hebben dus voor de laatste keer getankt. We moeten nog anderhalf uur rijden of zo. Dus daar is helemaal niet zo heel ver meer. Mooi, tankstation. Even pissen en benen strekken. Timo wou de banden voelen. Nee, doe maar niet. Doe eens. Doe eens. Maakt niet uit. Doe eens. Mij niet bellen. Oh, de miet. Timo de miet. Oké, toch wel. Tikkie, jij bent hem. Ja, valt er mee. Nou mensen, we zijn dus nu thuis. Het team had vanaf het begin dat we wegreden een stopwatch aangezet. Let op hoeveel die nou staat. 15 uur, bijna 3 kwartier. Ja, dus 15 uur, minuten, seconden, milliseconden. Oftewel, fucking lang. Nou, we zijn dus weer helemaal thuis zoals ik al zei. En ja, deze vakantievideo is misschien nog niet afgelopen. Oh, want ik ga... het is nou maandag, nee? Ja, maandag nog, net. En dinsdag ben ik thuis nog. En woensdag... ga ik 10 dagen naar Lorette. Dus gaan we daar ook nog even lekker doorfilmen. Dus de vakantievideo's zijn nog helemaal niet afgelopen. Dus ik zou zeggen, tot de volgende aflevering.